In de afgelopen weken heb ik al allemaal onderdelen gemaakt voor deze viertak bieropener. Ik ben begonnen met deze motor om die te assembleren en te testen. Ik heb deze gave vloeistofkoppeling gemaakt. Ik heb verschillende manieren getest om een bier te kunnen openen. En ik heb deze basis en het starterpaneel met gashendel gemaakt, waar het allemaal op gaat komen. En dat gaan we vandaag doen. Vandaag gaan we dit allemaal tot één geheel maken voor de viertak bieropener. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Dit is het concept wat ik gekozen heb om het bier mee te gaan openen. Alleen dit wiel is geprint en dat vertrouw ik niet helemaal. Hij is dus ook gewoon deels hol. En ja, ik ben bang dat het op een gegeven moment uit elkaar gaat klappen. Dus ik ga deze uit pomp frezen en ik ga deze palletjes ga ik uit RVS maken, 6 mm dik. Laten we daarmee beginnen. Heel vet. Dit houten framepje uit de proto, dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus ik ga voor hier ga ik een aluminium framepje maken uit 2020 kokerprofiel. Dat ga ik allemaal op maat zagen. Met deze mooie template. En dan ga ik het in elkaar solderen. Laten we met zagen beginnen. Zo, dat zijn alle stukjes. Nu, voordat ik het kan solderen, moet ik alle hoekjes waar de verbindingen komen nog even een kleine chamfer geven. Dat de soldeer daar goed in kan. En ik moet het licht opschuren, dat de oxidehuid eraf is en dat het soldeer goed gaat hechten en we een sterk framepje krijgen. Deze video is gesponsord door Benzomatic. Voor de Cybertruck had ik al de aluminium soldeerstaafjes gebruikt voor Benzomatic. Die werkt heel fijn, maar ze hebben nog veel meer. Ze hebben ook hele goede branders en ze hebben verschillende soorten gas. Ze hebben bijvoorbeeld standaard propaangas, maar voor deze beeld ga ik het MAP Pro gas gebruiken. Dit brandt een stuk heter dan standaard propaan, waardoor ik een stuk sneller en efficiënter kan werken. Heel fijn dus. En moet je deze brander eens zien. Het is echt een heel verschil met die andere. Laten we aan de slag gaan. Wat ik ga doen, ik heb een houten malletje gemaakt waar ik alles op ga klemmen. En dat is de bedoeling dat ik niet het hout verbrand, maar wel alles aan elkaar soldeer. Sorry voor het geluid, ik ga wel even de afzuiging aanzetten. Want het is natuurlijk niet zo heel gezond om alles maar rond te dampen en in te ademen. En het wordt echt beroerd warm hier. Maar, dan kan ik nu wel gaan solderen. Zo, een pilletje op. En tijdens het solderen is het belangrijk dat je het liefst zo lokaal mogelijk opwarmt. Tijdens het solderen moet je het regelmatig borstelen. Dat dit allemaal goed die oxidelaag eraf blijft en je soldeer goed gaat hechten. En nou ja, je moet natuurlijk kijken wanneer het warm genoeg is, want aluminium wordt niet rood of iets voor het smelt. Het is gewoon in één keer, het is in één keer zacht. Maar, ik ga hier trouwens nog een keer een how-to opmaken, maar niet vandaag. Deze houten mal, dat was niet zo'n heel briljant idee. Hij is en verbrand en je klemt het hout of je klemt het aluminium naar binnen zoals je hier ziet. Waardoor hij dus helemaal scheef is geworden. Ik heb het nu hier op dit stuk aluminium geklemd. Dit kan allemaal heet worden en het gaat niet verschuiven. Dus nu kan ik die allebei heet maken, die solderen en dan de andere kant. Dat is voet nummer 1 en daar staat voet nummer 2 af te koelen. Die zijn best wel goed gelukt. Nou moet ik alleen nog die hele kleine stukjes, deze hier zo,
en deze hier zo gaan doen. En daar zat ik tijdens het solderen nog eens over na te denken. En ik denk dat dit op deze manier niet zo handig is. Zeker met deze, dan heb je twee soldeerverbindingen zo enorm dicht bij elkaar, dat je ze eigenlijk niet afzonderlijk kan klemmen. Daar ga je niet zo gelukkig van worden natuurlijk. Dus wat ik bedacht heb, ik ga een stukje koker nemen en die ga ik gewoon buigen. Net als ik op die randen gedaan heb, inzagen, buigen. Dan hoef ik hem alleen maar hier dicht te solderen, maar dan hoef ik me niet druk te maken om het klemmen hier. Ik denk dat ik daar heel gelukkig van ga worden. Deze zijn nu af. Ik vind dat ze heel vet geworden zijn. Deze kunnen nu hier gaan komen, zo. En dan gaat hier dus straks dat wiel in komen. Dat is best wel heel cool. Maar dan moet ik dat wiel eerst nog even afmaken. En ik heb natuurlijk al de bovenkant gefreesd van beide wielen. Die heb ik hier. Zo. Kijk, de bovenkant is al gedaan. Maar ze moeten nog aan elkaar kunnen. En daarvoor ga ik nu de binnenkant frezen. Of de zijkant. En die moet ik natuurlijk goed kunnen uitlijnen. Dus wat ik ga doen, ik ga een toeltje frezen uit MDF. Daar past deze dan in als het goed is. En dan als het goed is, dan freest hij precies de delen die hij moet frezen. En de rest niet. Laten we gaan proberen. Is niet goed gegaan. Ik heb ze allebei aan dezelfde kant gefreesd, hetzelfde programma, met die hapjes zo. Maar ja, wat gebeurt er dan als je ze omdraait? Dan lijnen ze precies niet uit. Zo, die staat eraan, maar ondertussen ga ik verder met deze. Ik moet al deze randen nog mooi afwerken en ik heb van deze mooie hoekjes gezien die ik hier achter op de hoek ga doen. Die koop hier, denk ik. En ook hier, denk ik. Om gewoon die mooie, gave finish look te krijgen. En hoppatee, dat is de andere kant. Deze zit alleen nog vaster in de mal dan die eerder al. Want ik heb deze mal van Multiplex gemaakt. Hoppa, wellicht kan ik de mal de volgende keer ietsje ruimer maken. Scheelt een hoop gedoe. Maar, moment van de waarheid. Deze is goed. Oh. De randjes nog even afwerken. Maar moet je dit zien. Deze die moet natuurlijk hier op gaan komen, maar dit staat nog niet vast. Ik had dit alleen even zo om te kijken neergezet. Deze gaan hier vast komen en dan zou daar de motor moeten gaan komen. Alleen, ik wil eerst even zeker weten dat het allemaal past. Dus ik ga de motor loshalen, die ga ik hier op zetten om even een drive fit te kunnen doen. En als alles dan goed is, dan gaan we deze vastzetten en wat monteren.
voordat ik de motor ga plaatsen, ga ik deze lage blokken hierop zetten. Lager is eerst nog erin. Daar komen assen tussen en daar komen deze ook geprinte pulleys tussen. En hier komen twee assen tussen en dan komt er één riempje hier. Een riempje van deze naar deze en dan nog een riempje van deze naar het wiel toe. En de reden daarvoor is dat ik ooit nog een continu variabele transmissie wil maken met twee van die konussen zo. Met een riempje die je dan heen en weer kan doen om de snelheid te kunnen regelen. Mocht je dat nou een leuk idee vinden, laat het even weten in de comments. Mocht je nou willen dat ik dat niet doe, om wat voor reden dan ook, laat het mij dan ook vooral even weten. Maar vandaag ga ik het sowieso niet maken. En deze... Dus ik ga eerst deze pulleys vastzetten en dan daarna kan de motor erop. Erop zitten, maar ik wil hem nu toch gewoon wel weer een keertje starten om te kijken of dit allemaal een beetje werkt. Ik ga er nog geen bier mee openen, maar we gaan hem wel testen. Kijk, ik heb alles er ook nog naast hangen. Hier hangt de elektronica allemaal nog. De gaskabel is nog niet aangesloten. En ja, dus dit werkt nog niet. Deze zouden wel moeten werken. En dit gaan we dus zien of dit werkt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Een van die RVS-pallen is eruit gevlogen. Oeps. Oké, je kan hem dus niet stilhouden zonder dat als je hem start. Op een gegeven moment gaat deze gewoon draaien. Dus je moet hier een actieve rem op. Het lijkt erop dat ik nog een paar aandachtspuntjes heb voordat ik hem echt kan gaan starten. We starten nu niet omdat er geen brandstof in de leiding zit nog, maar voordat ik hem zo lang heb laten lopen dat het er wel zit. Nou ja, je hebt het gezien. Ik ben al een metaaldeel kwijt. En deze bus hier is los. Ik zal je laten zien. Kijk, deze bus, die zou hier nog moeten aanliggen en dat doet hij niet. Dus dat is ook niet zo mooi. En ik ben dus een van de twee RVS palletjes kwijtgeraakt die daarin ging. Dat is ook niet zo mooi. En dat is allemaal nog voordat hij gestart heeft en gelopen op 13.000 toeren. Dus dat wordt best een beetje spannend. Ik heb de motor maar weer even losgemaakt, want het busje wat ik had, dat was hem toch niet. Dus ik heb nu dit busje gedraaid. Die is, als het goed is, volledig concentrisch. En ik kan hem, als het goed is, beter vastzetten. Dus dat zou mooi zijn. Kan die er weer op volgende week. En deze riempjes, nou je ziet het al. Ik had die netjes volgens de calculator gemaakt. Met een goede hartafstand, goede poeliemaat. Nou, blijkbaar toch niet helemaal goed. Dus hier moet ik nog even wat voor bedenken. Want dit is natuurlijk, is dat geen doen. Ik had gehoopt dat ik hem vandaag helemaal af ging maken. Maar dat is niet gelukt. De dingen duurden allemaal toch net even wat langer dan ik gehoopt had. En ik wil het niet haasten en nu afraffelen. Want ja, dat zou gewoon zonde zijn. Dus in de volgende video gaan we er gewoon mee verder. Ik heb hier een playlist met de hele bieropener serie van voor af aan. Kan je hem nog eens rustig bekijken. En ik heb hier een andere gave video. Tot volgende week.